Het is weer 10 jaar geleden. Welkom bij André Thuis. Ja, Baggio en Roosmarijn, wat gezellig. 10 jaar geleden, hè? 10 jaar geleden. Nou, niks veranderd. Toch? Ja, een beetje wijzer geworden, hè, geloof ik. Dat hopen je maar, hè. Dat zeggen ze, als je ouder wordt, word je wijzer. Ik weet niet of dat zo is, hoor. We moeten je op de allereerste plaats feliciteren, André. Oh. Dat is heel vers natuurlijk. Ja, omroepman van het jaar. Oh ja, ja. Ik wil er niet al te veel bij stilstaan, want ik weet dat je daar een beetje bescheiden bent, hè? Nou ja, het is ook omroepman van het jaar. Het is ook een prijs van het blad, hè. En het blad kent niemand bij Broadcast Magazine. Het is een beetje een inside blad en daar dan gooien ze met een dobbelsteen en dan moet er iemand de prijs. En als je het maar lang genoeg doet, dan krijg je altijd de prijs. Net als met een oeuvreprijs. Op de duur krijgt iedereen een oeuvreprijs. Dat is dit ook eigenlijk een beetje. Dit ook een maar ik vind het hartstikke leuk dat hij er is. Maar het is een mooi blad. 10 jaar geleden waren we hier ook. Toen begon ik ook met jou te feliciteren. Oh ja? Weet je nog waarmee? Mijn verjaardag. Was het deze tijd? Was het dan deze tijd ook? Het was niet in deze tijd. Oh, niet deze dan. 10 jaar geleden. Ja. Toen had jij een lintje van de koningin gekregen. En niet de eerste, maar... Oh, de tweede. Ja, je wordt eerst ridder en dan word je officier. Tenminste, als je geüpgrade wordt, dan word je officier. Dus ik was eigenlijk blijer met mijn ridder dan met mijn officier. Mm. Want de ridder heeft toch iets romantisch en officier is toch een beetje militaristisch. Ja, ik wil toch even graag een vraag richting de toekomst stellen. Wanneer ga je eigenlijk stoppen? Nou ja, zolang ik het fysiek volhoud, ben ik niet van plan om te stoppen. Maar ja, ik heb natuurlijk niet zo'n lange toekomst. De meeste toekomst ligt al achter me natuurlijk. Zolang ik me prettig voel en zolang de mensen, het publiek nog leuk vinden om ernaar te kijken, dan hou ik het nog wel even vol, denk ik. Nou, we hebben heel Nederland hebben wij opgetrommeld, André. Oh. Om vragen in te sturen via André's postbus. We hebben Roosmarijn ook gevraagd om wat vragen te verzamelen. Ja? Uit den landen, hè? Okay. Dan mag je de eerste stellen aan. Ja, nou, de eerste vraag is van Olaf Steenhuis uit Tilburg. En hij vraagt, als je niet André zou zijn, maar ieder ander bedenkelijk wezen, wat zou je dan willen zijn? Ieder ander bedenkelijk wezen, oh jee. Ja, we zijn allemaal zoogdieren, hè? Dus dat is heel breed. Nee, ik denk dat ik ik ben wel tevreden met mezelf. Ik zou niet iets anders of iemand anders willen zijn. Als ik geen artiest was geworden, dan was ik waarschijnlijk iets in de techniek geworden. Geluidstechnicus of zo, weet ik veel. Video-editor. Dat interesseert me altijd nog steeds. Daar heb ik ook veel mee gedaan natuurlijk ook zelf. Dus dat in die hoek, denk ik. Oké, want dat sluit inderdaad ook aan een andere vraag van Henny van Rij uit Nijmegen. Zij vraagt inderdaad, als hij niet in de showbusiness terecht was gekomen, welk beroep had hij dan? Wat dan? Nou ja, dan zou ik dat eens in de techniek. Maar dus wel een beetje in de showbusiness, maar dan niet uitvoerend. Ik vind maken van, ik bedoel, Dick van Mekaar Show of de Animal Crackers, dat is veel met techniek te maken, met beeldjes en met geluidjes en dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk net zo leuk als het zelf uitvoeren van dingen, zoals wat nu tegenwoordig al veel presentatie, maar vroeger met al comedy dingen. Ja, we hebben dit nu natuurlijk ook voor heel veel mensen, voor jonge mensen, waarbij je ook onwijs populair nog steeds bent. André, ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar ze zeggen altijd, André is het gewoon lekker zichzelf. En ja, voor Jan en alle man, voor iedereen een familiemens eigenlijk. Ja, ja. Ja, doe ik het al heel lang. En ik ben dus met een paar, ik zit er in de derde generatie geloof ik al, die me meemaakt. Vierde denk ik al wel. Vierde misschien al. Inmiddels. En heel veel mensen hebben me dus in het begin gezien. En die hebben altijd meegemaakt wat je dan als comedy hebt gemaakt. En de overgang dus nu naar wat meer serieuze, of naar serieuze, maar een presentatie. Maar ook wel serieus met toneelspelen en zo. En dat spreekt altijd een breed publiek aan. Ja. En dan heb ik veel gedaan op televisie en veel gedaan op radio. Met grammofoonplaten. Dus ik heb alle mogelijkheden en het theater. Dus alle mogelijkheden die er zijn om je te uiten wel benut. Dus ja, ik denk niet dat er iemand is in Nederland die niet weet wie André van Duin is. Of ze het dan leuk vinden, dat is weer een tweede. Maar ik doe het al wel zo lang dat je kan er bijna niet omheen. En dat is, dat is hartstikke leuk. En leuk dat er zo'n breed publiek is. En het is ook vooral nog jonge mensen die me eigenlijk helemaal niet kennen van de televisie. Die me allemaal kennen of van Ontbakt of zo, of wat ze gezien hebben. Maar dan via YouTube, alles staat natuurlijk op YouTube. De overlevering en dan zien ze het toch wel, ja. We gaan 10 jaar een klein beetje onder de loep nemen, André. Okay. Want er is, zeg maar, de laatste keer dat we hier aan tafel zaten, dat was 10 jaar geleden. Er is in die 10 jaar tijd onwijs veel gebeurd. Hmm. Maar laten we het gewoon maar eventjes vertellen, want ik heb wat fotootjes klaarstaan. Oh. Wat is bijvoorbeeld, wat was dit? Nou, dat is de 4 mei-viering, de afgelopen 4 mei-viering. Wat was dat vorig jaar? 2021? Ja, inderdaad. En dat heeft heel veel indruk gemaakt. Het was bij... het was een regenachtige dag en het was somber weer en zo. En er stond alleen maar de koning en de koningin en de minister-president en de burgemeester. Ja. En Gerrie Verbeek stond daar op het plein, op het verder de lege plein. En dat maakte heel veel indruk. Ja, dat is
was het mooi dat ik daarvoor gevraagd werd. Ja, ja, Martin smeerde 10 jaar geleden onze broodjes hier in de dat moet wel. Ja, ja. Ja, ik wil hem toch heel eventjes voorhalen. Hè, want ik weet dat het misschien een klein beetje emotioneel kan zijn. Maar... Nou ja, kijk, het went nooit, maar je raakt er wel aan gewend natuurlijk. En het is al vaak besproken en ik heb het te veel over gehad op televisie ook. Ja. Dus ik heb hem regelmatig al besproken en zelfs bezongen. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Want in een interview op televisie zeg je inderdaad, ja, ik huil daar eigenlijk nog steeds elke dag. Ja, zeker, zeker. Zelfs op het moment hoor je muziek of je ziet de foto of je denkt ergens aan en dan schiet je toch vol. Ik voel een beetje zijn aanwezigheid op dit moment. Mooi. Ja. Nou ja, dan zeg je, het is natuurlijk het huis waar we gewoond hebben, dus hij is ook gewoon overal. En je ziet hem ook overal, dus het is niet zo moeilijk. Nou ja, goed, dit huis is natuurlijk wel heel bijzonder ook. Hè? Mm. Er zijn ook heel veel ideeën geboren, denk ik. Ja, tuurlijk. Ik heb beneden mijn studiootje, daar doe ik altijd veel. Wat ik daar met Dick voor elkaar show deed, of met Animal Crackers of zo, of dat soort dingen die ik allemaal beneden heb. Met liedjes in zingen kan ik allemaal beneden doen. En natuurlijk komen hier vaak mensen thuis met als we iets nieuws gaan doen, en dan gaan we even hier zitten houden horen elkaar. Ja. Dus eigenlijk is het een soort warm nest. Waar je eigenlijk iedereen kunt en kan ontvangen. Ja. Iedereen is er ook wel geweest een beetje. Ja. En dat doe je bewust, zeg maar. De heel toegankelijk eigenlijk. Hè? Als je de mentaliteit van tegenwoordig ziet. Ja, daar staan 6 bodyguards voor de deur en beveiliging. Oh, en, nee. Heb je dat nooit die behoefte gehad om jezelf daar een beetje te Het was niet nodig, nee. Ik heb nooit geen problemen gehad hier voor de deur, nee. Oké. Okay. Nou ja, het is heel speciaal. Lekker gewoon, lekker gezellig. We hebben nog weer meer vragen, geloof ik. Ja, ik heb nog een vraag van Igor Blom. Hij vraagt, welk typetje vond u zelf altijd het leukst? Ah. Nou, wat ik het meest gebruikt heb als typetje was Jan Wijdbeens. Die heb ik heel veel, gewoon een man met een hoedje op en een iets te groot pak. En een brilletje. En die heeft heel veel, ook vaak bij mensen thuis geweest. En die heeft ook interviewtjes gedaan met allemaal. En dat heb ik geknipt en met Animal Crackers heeft hij gepresenteerd. En, dus dat vind ik wel het meest, dus ook het meest... gebruikte typetje, maar ook wel het meest typetje wat dichtst bij me ligt. Ja. Dus dat dichtst bij je is eigenlijk ook gewoon een reden waarom dat dan het leukste type. Nou, het is ook heel makkelijk. Het is een hoedje met een jas. Je hebt het zo aan. Je kan het gauw aantrekken en naar de volgende. Het is niet zo ingewikkeld verkleding. Ja. dan was nog een vraag van Mario Boontjes uit Hilversum. Hij zegt, komt er in de toekomst misschien nog een meesterwerk van u in de theaters? Of een soort musical over het leven van André van Duin? Nou, als dat komt, dan zit ik er zelf sowieso niet in natuurlijk. Maar ik ga niet weten waarom er een musical van André van Duin. Want ja, ik heb natuurlijk niet... Als je een musical of een verhaal over iemand, dan moet het wel een randje hebben. Hè? Ik zal maar zeggen, het verhaal van André Haarsus. Daar is natuurlijk meer gebeurd in zijn leven dan in mijn leven, ook privé. Dus dat is interessant daar een musical van te maken. Maar mijn privéleven is natuurlijk nogal een vrij rechte streep. En niet zo interessant. Dan heb ik al die dingetjes en liedjes en flauwekul gemaakt. Maar die combinatie, zoals dat bij André Haarsus geweldig is natuurlijk. De drama, de tragiek en de toestanden wat hij allemaal meemaakt. Veel drank en ellende. Ja, dat heb ik allemaal niet gehad. Ja, nog niet op de plek. Nee, dus dat is in ieder geval bij mij niet in de pen. Naast Martin zijn er ook 2 andere mannen heel bijzonder geweest in je leven. Net zoals misschien zoveel mannen. Hm. Maar ik heb deze 2... Lala Hardy. Met de kast straalt. Zeker. Hebben die jouw leven min of meer beïnvloed, André? Nou, als kind zeker, ja. Zeker de dunne, Tim Laurel. Want die had hij ook rood haar, dat zag je niet, maar zwart-wit film natuurlijk. Mm-hmm. Maar die regisseerde en die bedacht alle grapjes. En die heeft me altijd wel geïnspireerd. En vaak, vooral de oude scènetjes van vroeger, dan zie ik daar vaak wel Lala Hardy in terug. Dat ik dat onbewust dan toch gebaartjes of dingetjes van hem over heb genomen. Of mijn manier van kijken. Het is onwijs veranderd, de tijd van de showbiz. Maar jij bent zeg maar daarin toch wel altijd gewoon jezelf gebleven. Je bent altijd de André van Duin die zo gewaardeerd wordt door iedereen. En hoe kun je dat volhouden? Want er zijn heel veel toch wel verhalen van nou, lichtelijk arrogant, een beetje hoog van het... Dat zit gewoon in je karakter natuurlijk. Hè? Ik heb nooit mensen mij op straat aanspreken of een fotootje maken of weet ik veel. Ja. En het is altijd meestal bijna altijd heel vriendelijk. Ik heb nooit vervelende dingen. Ze roepen nooit boerlul of wat. Nee, en ook op internet niet, op social media. Ik krijg nooit een mailtje van dood. Nee. Nood. Oké. Okay. Nou, dat, dat scheelt weer. Ja, dat scheelt zeker. Het is altijd heel vriendelijk en ook als ik op tv geweest ben, dan is het altijd mooi en leuk en aardig. En dit is allemaal
Ja, een beetje saai eigenlijk. Ja. Nou ja, saai, vind je het? Nee, ik vind het heel prettig, maar ik bedoel, het is vrij eenzijdig. Het is altijd heel positief. Ja. Ja. Zijn er ook wel, er moeten tegenslagen geweest zijn, André? Nou, ik heb niet echt tegenslagen. Ja, ik heb tegenslagen gehad wat iedereen meemaakt in zijn leven. Hè, met als iemand komt overlijden of als iemand ziek is of dat soort dingen. Dat soort dingen. Maar ik heb niet echt tegenslagen gehad in mijn vak. Zeker niet. Alles wat ik gedaan heb is succesvol of in ieder geval geen misser geweest. En nu we dus de laatste 10 jaar heel wat anders ben gaan doen. Niet meer al met die comedy typisch en Alpinopetje, daar ben ik eigenlijk een beetje aan de wielen gegaan. Ja. Nu meer dat presentatiewerk doe. Ja. Met Holland Bakt of met Jannie van Heijden met het bootje varen. Of nu met meer spoortreintjes. En binnenkort ga ik weer een talkshow doen met alleen maar comedy dingen erin. Allemaal leuke dingen om te lachen. En je doet zo ontzettend veel. Het is bijna niet op één hand te tellen eigenlijk. Nou, in ieder geval alle dingen die ik nu doe, die bijna allemaal doe ik dan voor Max. Dat is bijna erg succesvol. Ja. Bijna nog meer succesvol dan dat ik vroeger was.